Richard, morgen Lajovic tegen Koric. Ja, interessante wedstrijd. Lajovic is natuurlijk een verrassing. Ja, leuk voor hem, maar iets minder voor het toernooi. Ja. Wint natuurlijk voor onze eerste geplaatste speler van Medvedev. Hij speelde heel goed en heel constant. Ja, zeker. Medvedev, ik sprak hem nog heel even. Hij zei, ik speel niet mijn beste tennis. Maar ja, dat trekt hij zich dan toch aan op. En hij ziet dan dat hij kans heeft om te winnen eigenlijk. En ging dan ook wel erg goed spelen. Ja, en Koric is gewoon een goede speler. Hij staat 25 van de wereld. Voor mij niet heel veel gespeeld deze hele coronatijd. Maar ja, gisteren toch een goede overwinning tegen Van der Zandschulp. Dus heeft al een wedstrijd gespeeld. Dus ja, zal zich ook alweer comfortabel voelen op deze baan. Ja, moeilijk te zeggen. Ja, ik zou toch zeggen dat Koric dat gaat winnen, omdat dat hij al een wedstrijd heeft gewonnen en eigenlijk gewoon de betere speler is. En misschien iets minder de kans geeft aan Lajovic om zijn goede tennis te laten zien. Je zag hem gisteren ook. Hij speelde natuurlijk tegen Van der Zandschulp. Hij denkt misschien makkelijke loting, maar hij was wel heel erg gretig, alsof hij ook nog niet helemaal zeker was waar hij zelf stond op een bank. Ja, nee, maar dat heb je als je natuurlijk niet heel veel speelt. En hij heeft natuurlijk, denk ik, hij weet in ieder geval dat Botik natuurlijk tegen Kachanov toch 2 matchpoints heeft gehad ruim een maand geleden in Australië. Ja. Dus hij was hem zeker niet aan het onderschatten. En het is de eerste ronde moet je altijd een beetje oppassen, is het altijd wennen nee, aan van alles. Ja, inderdaad. Ja, vraag maar aan Zverev, Medvedev, noem maar een paar namen op. Dus wat dat betreft, dat heeft hij goed aangepakt. Want als je er te licht over denkt, dan kan opeens zo'n wedstrijd echt van je aflopen. Volgende wedstrijd, Bublik tegen Tommy Paul. Waar Bublik voor mij opvalt, ten eerste natuurlijk wint hij van Zverev. Maar vooral hoe goed hij speelde en hoe energiek. Want hij heeft finale gestaan zondag in Singapore. Ja. En komt de maandag aan. En dat is toch wel een serieuze vlucht. Toch andere omstandigheden sowieso. Het is natuurlijk vochtig daar. En ik weet niet hoe warm het is, maar in ieder geval, het is toch echt totaal anders. En soms kan je naar nul jetlag. Nul, ja. En je kan ook na een goede week, kan je net even een beetje, inzinking is groot woord, maar even een kleine dipje hebben. Maar hij speelde echt fantastisch. En inderdaad energiek ook. Hij zou fysiek misschien nog wel voor een verrassing kunnen gaan zorgen. Hij moet toch gewoon even kijken. Weet je, op een gegeven moment dan moet je toch moe worden, zou ik maar zeggen. Ik ben benieuwd. Die Tommy Paul, een hele getalenteerde speler. Heeft een tijdje geduurd voordat het eruit kwam. Volgende wedstrijd, Tsitsipas Hurkacz. Grote service kanon. Ja, is een hele taaie wedstrijd voor Tsitsipas. Hurkacz is toch gewoon een goede speler. Tsitsipas ook een goede service, maar ja, misschien niet de speler die echt binnen wil tegenkomen. Maar we gaan het zien. Dus echt een close potje die eerste ronde. Ik had op een gegeven moment zoiets van, dit kan zomaar naar een derde set gaan. Ja. Hij sleept hem er wel uit. Dus kijk of het zelfvertrouwen doorwerkt voor hem en dat hij de lijn door kan zetten. Maar ik denk hij was volgens mij zelf ook nog niet helemaal op tevreden met zijn eigen spel. Hè? Eerste ronde, het is toch anders. En iedere baan, of althans onze baan, is natuurlijk wel heel mooi. Maar toch is het anders, want je hebt ook banen die zijn helemaal verlicht. Ik denk dat je van alles altijd moet wennen. En dus ook aan deze baan en omstandigheden. Dus we gaan het zien wat er gaat gebeuren. Subscribe to our YouTube channel and follow All The Action live.